Ik zie gewoon van elke plant toch een karakter. Als je ze langer leert kennen, weet je wat ze doen. En ik zie planten bij elkaar zetten ook als een gemeenschap bij elkaar brengen. Maar ze hebben een duidelijke vorm, ze geven een duidelijk beeld. Het is levend materiaal, ze hebben een eigen biotoop. Dus het heeft allerlei kenmerken die wij als mensen ook hebben, zonder dat ze van vlees en bloed zijn. You know, I love looking forward and looking back. Your gardens are like oriental carpets. You have to read them in both directions. That's true. Because they feel differently walking towards the east or as you turn and you walk towards the west. That's true. En ik ben blij dat ik wat fantasie heb. Dat je kan dromen van dingen mooier te maken dan een normaal beeld. Je denkt altijd dat je het mooier kan maken, want anders zou je niet eens aan beginnen. Maar toch om die vier jaargetijden waarin alles achter elkaar gebeurt en elke dag weer anders. We're now gonna take this one, geranium. Stipulada. No, it's not. No. It's what is it? Rubus? Should be geranium stipulada, but it's not. It's yeah, you know, it's the worst. This has never happened before. That bad. We go to walk. And imagine you walk, you just walk for many hours like this rhythm. It's amazing to think about how gardens, they're never still, right? That's the art form that changes throughout one year through the different seasons, but also it's the art form that changes over periods of years. Nou, dat probeer ik nou uit te leggen, dat je nooit bereikt wat je wil, omdat er altijd dingen dwars zitten. Het is net het echte leven. Er zijn momenten dat je denkt, ik ben klaar voor vandaag, maar je hebt natuurlijk nooit bereikt wat je wil. Het is een levend landschap, het is een levend materiaal.